Zo, dames en heren, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van Disneycraft, aflevering 109 uit mijn hoofd. En dit keer gaan we bouwen aan iets bijzonders. Het is namelijk een project, Irma heeft mij geholpen om het ook verder te bouwen. Die heeft deze grot ingericht, net als vorige keer. En even kijken, hier heeft Irma ook gemaakt. En die heeft de bomen mooi gemaakt. En ik heb een beetje de omgeving gedaan, zoals het decor buiten. En ik wil eigenlijk een beetje met Roy samen gaan bouwen nu. Verder aan dit stukje omgeving. Ik heb hier een ingang gemaakt. En nou, jullie zien gewoon meer na het intro. Oké, people, let's go to work. Zo, en we zijn weer terug hier bij het gebied. Nou, zoals je ziet, lag hier achter het Marvel gedeelte. Je weet dat dat allemaal weg is gehaald. Kijk, het is één grote open vlakte. En het is natuurlijk ook fijn als we dit gewoon mooi gaan plaatsen. Dus ik heb een pad gemaakt door het gebied. En dat loopt eigenlijk helemaal naar achter door. En wij gaan dat gewoon een beetje opvrolijk. En hier is een soort van bosje. En Roy is er ook, hoor. Hallo, Roy. Ja, hallo. Ik had het net met Roy erover dat we... Ik miste de oude aflevering van Disneycraft. En dat was met, weet jij nog, Roy, met dat we die daken gingen maken? Oh my god, yeah. dat weet ik nog. Vrouwendiscussies, aflevering 4 uit mijn hoofd, hè? Yeah. We zitten nu bij 108. Maar dat is gewoon zoveel afleveringen in bijna meer dan een jaar tijd, hè? Ja, echt, hè? Ja, dat is echt zo, hoor. Leuk, joh. Want de mensen denken dat we heel veel Disneycraft doen. Maar vroeger hadden we ook natuurlijk heel veel specials. En die specials hebben we nu eigenlijk weinig. We hebben nu echt de officiële Disneycraft afleveringen. Waarin we nog steeds bouwen aan nieuwe gedeeltes. En we zijn dan vooral bezig met de studio. Ja. Nou, Roy is voor mij de grond een beetje aan het mooi maken daar met planten. Ja, even wat plantjes. Het is toch niet echt een jungle sfeer, maar meer een bos sfeer. Dus een beetje een... Ja. Ja, dat is wel leuk hier. Het is ook een ontdekkingsplekje. Een plekje waar je eigenlijk... Ja, gewoon een leuk plekje waar je eigenlijk normaal niet echt kon. Maar als je het ziet, dan kan je het wel weer wat nieuws zien. En dat is wel belangrijk dat je dat in Disneycraft hebt. Want als er geen attractie open is, of er wordt niks bestuurd, en er is altijd wel een attractie open, maar hebben ze iets van, ik wil gewoon de wereld exploren, dan kan dat ook gewoon. Want dan hebben we gewoon hele leuke dingen die je kan ontdekken in de mapkaart. En dat is ook dit stukje. Zo, Roy. Weet te weinig mensen, hoor. Dat je eigenlijk heel veel dingen kan bezoeken. Klopt. Ja, klopt. En we gaan natuurlijk, we zijn nu keihard aan het werk aan nieuwe plugins. En we kunnen echt helemaal niks zeggen wat. Maar die plugins gaan ervoor zorgen dat jullie het nog leuker gaan hebben. En meer gaan ontdekken. Wat echt fantastisch wordt. Dus echt waar, het wordt echt fantastisch. Dat kan ik je alvast zeggen. Mm-hmm. Maar ik kan er niks over vertellen. Ja, dat is jammer. Ik vind dat jammer. Ik eigenlijk wel, ja. Ja, maar het is wel leuk als zeg maar een verrassing voor de mensen is. We hebben natuurlijk, we hebben de survival server hebben we weggehaald. Maar dat hebben we eigenlijk expres gedaan. Het was gewoon heel moeilijk met onderhouden. Er waren heel veel mensen die trolden op de server. En dat hou je bij elk spel. Trollers zijn er gewoon. En het is jammer, maar mensen kunnen soms een spelletje niet eerlijk spelen. En het gaat er niet echt om eerlijk te spelen, maar het gaat erom om gewoon leuk te spelen met elkaar. En dat vinden mensen soms een beetje moeilijk. En dan krijg je dus zulke acties. En ja, dat is gewoon altijd zo. En dat is ook met de haters op internet. Dat blijf je houden. En ik weet niet wat je ermee opschiet, weet je. Want ja, het houdt op een gegeven moment op, weet je. Voor een paar mensen. Als je mensen blijven volhouden en dan blijft het gewoon. Het stopt gewoon op een gegeven moment voor ons. En dan niet met Disneycraft, maar het stopt een beetje met het meedoen en het happen ervan, toch? Ja, inderdaad. Ja, het is leuk om af en toe even toe te happen. Dat moet ik je al eerlijk zeggen, hoor. Het is af en toe wel leuk. Dat is verleidelijk. Dat is ook wat ze uitlokken bij je, hoor. Ja, klopt. Maar op een gegeven moment hebben ze iets van, het stopt niet. En dan hebben ze iets van, dan gaan we gewoon lekker door met Disneycraft. En dan gaan we nog harder eraan werken, juist. Dus het heeft een soort van... hoe zeg je dat? Ja. Het heeft een soort van positieve zin eigenlijk als mensen trollen. Positief effect. Ja, positief effect op ons. En dat vind ik wel fijn, want hierdoor kregen we eigenlijk steeds meer zin om nog meer te doen en nog meer te bouwen. En dat is zo fijn om te hebben. En iemand reageert nu ook net de droomvlucht hier, Vincent. Oh. Dat klopt wel een beetje inderdaad. Ik zit wel in een magisch sfeertje hier. Kijk uit voor het klimmen. Ze kunnen klimmen via vines. Och. Dus let erop dat... Maar ze kunnen niet op de boom staan. Ze kunnen niet op de jungle staan, hè? Nee, dat is waar.
Maar hou het een beetje in de jungle sfeer. Nee, houd het een beetje in de bos sfeer. Fijn schema, een beetje jungle gevoel. Dus houd dat een beetje beperkt, denk ik. Oh, het was net nog een jungle. Nee, geen jungle. Geen jungle. Nee, echt een bos. Oké. Okay. Een bos. Ja, we hebben al te veel junglegebieden in Disneycraft. En dat moeten we verminderen. Maar verminderen, gewoon niet meer veel bouwen. En nu zijn we dus bezig aan een bos. Gewoon een lekker leuk, natuurlijk bos om te ontdekken ook. Schotter. Nou, Roy en ik zijn ook bezig aan de Overleven met Roy en Vincent serie. Die altijd nog loopt. En we hebben steeds meer mensen die VIP hebben. En eigenlijk onze server joinen, de VIP Survival. En we krijgen cadeautjes. Er zijn heel veel creepers ook. En dan moeten we ook weer. Daar zijn we bang voor altijd. Ook als we een server binnenkomen, is er weer wat kapot gesloopt. Of... Nou, we hebben al inderdaad al gehoord dat er nu ook weer van alles is gebeurd in ons huis. Ja, dus water is er gestrooid. Dus ik ben heel bang als we terugkomen dat het er echt uitziet alsof er een bom is ontploft. Maar ja. Dat hoeven we niet, want dan moeten we mensen gaan bannen. En dat is helemaal niet leuk. Dat is niet leuk. Dat vinden wij niet leuk, maar soms moeten we het doen. Dat is logisch. Bannen doen we door een reden. Ja. Dat soms wel, soms ook niet. Maar dat hoort erbij, moet je maar denken. Vips kunnen zich misdragen. Ja, dat zou ik zeker weten. Tim ook hier, Tim. Echt? Nee hoor, Tim. Nee, Tim kan zich goed gedragen. Dat weet hij. Oh, hij hoort ons. Ja, tuurlijk, hij hoort ons. Er zitten meer mensen in het kanaal. Hallo mensen. Nee. Hallo. En we zitten eigenlijk verstopt in de map. Ik ben benieuwd of mensen ons kunnen vinden. Er zijn alleen maar VIP's die hier zijn in de buurt. Ik denk dat het heel lastig is om hier te komen. Je zou moeten freerunnen denk ik om hier te kunnen komen. Dat is echt heel lastig. Web van Rome heeft VIP, dus die zou ook wel kunnen kijken waar we zitten. Die weet het ook misschien nog niet. Zo, Robby, wat vind je hiervan? Het ziet er leuk uit, hè? Waar ben je? Ja, gewoon dit stukje, dat pleintje, als ik hier om me heen kijk. Het ziet er gewoon... Ja, leuk toch? Oh, ze komen met speed 85 voorbij. Nee! Maar je was even bezig hier? Een boom ding. Oh ja, leuk. Ja, dat je onderdoor gaat weer, ja. Niet de vines weghalen. Nee, ik doe niks. Kijk, moeten we hier even kijken hoe we dit afzetten met een hekje of zo, dat mensen niet in het water kunnen donderen. Dus ik denk dat ik gewoon een leuk fenshekje neerzet hier aan de buitenkant. Oh, daar staat iemand in. Zoiets. Kijk, dan kan je wel uitzicht hebben, weet je. Het loopt ook niet helemaal netjes, maar dat is ook de bedoeling. Is ook een beetje de bedoeling dat zo eruit ziet. Dit zetten we even af als er VIP's eventjes niet in de weg vliegen. Zo. Ja, jullie zijn allemaal in beeld. Ja, kijk, Rubensteen. Ja, allemaal in beeld. Kijk, Kenny Cool. Je zijn er allemaal. Hier, Vicky ook op de Flamingo. Je zijn allemaal in beeld. Wees niet bang. Jullie komen allemaal in de video. Zo. Ja. Rick ook. Je apenkop. God. Hij heeft een Pluto hoofd, sorry. Hij heeft een Pluto hoofd. Excuus, ja. Hij is tenminste wel een goede Pluto. Waarom? Oh nee, dat was Segovi die zich een skin had veranderd. Oh ja. Het ziet er niet uit. Ja, het zag er niet mooi uit. Vond je het er mooi uitzien dan? Nee, hij was toch een man, toch? Ja, dat was echt een hele oude, lelijke opa was het. Zag er niet uit, joh. Oh. Dus... Was het zichzelf wel? Nou, misschien wel, ja. Is leuk om ook de achtergrond nog te bouwen hier zo. Dat we even wat. En de Irma komt dadelijk ook eraan. Als het goed is, is ze er bijna. Gearriveerd bij ons. En dan gaat ze meehelpen aan. En dat zelfs al. Wow. Kijk, Irma is er gewoon al. Ik schrik me dood. Nou, zo eng is het toch niet? Schrik eerder van jouw lach dan van Irma hoor. No. Nee. Gelijk. Nou. Nee hoor. Jammer. Oh, die biome moet ik even anders doen hier. Ja, ziet er leuk uit hier, Irma. Ja, ik was hier ook al een beetje aan het bouwen. Oh, schattig. Kijk, doe ik hier even een beetje laagteverschil nog hier. Zo. Beetje afwerking van die grot zo. Zo. Dat je een beetje 3D laag krijgt. Zo. En hier nog eentje op, zo. Ah, dat ziet er gaaf uit.
Zie je wat een verschil al als je echt met slaps werkt? Dat is echt niet normaal. Je hebt echt zoveel verschil. Hallo. Hallo. Kijk hier bijvoorbeeld op de grond ook. Ja, kijk, dat is allemaal goed zo. Dat is gaaf van die slapjes. Kijk hier ook. Kijk hier een op of zo. Heel gaaf. Misschien dat we ook nog een beetje hoog gras. Ik had even strings gelegd op je sugarcanes, want die waren aan het doorgroeien. Oh, waar ben je aan doorgroeien? Ja, je geeft ze echt te veel water. Te veel water. En ze staan ook langs het water. Ja, daarom. Niet normaal. Kijk hoor. Ja, ik voel me echt in een hele opgesloten omgeving, maar dat is een bos. Dat is ook de werking van een bos. Moet. Wat? Dat moet. Dat woedt. Bos. Ziet er wel leuk uit, toch? Schattig. Ja, schattig. Ja, kijk, hier ook langs de kant een beetje. Ik moet die biome even gelijk even instellen. De biome is hier is wat donkerder en nou wat lichter. En dat is natuurlijk de jungle biome. Die maakt alle planten een beetje lichter. Ik snap niet waarom ik nou niet even speed gebruikt. Zo. Gaan we even hier staan. Dan doen we even up. Je ziet ook in de verte zie je het verschil. Dat weet u inmiddels al, denk ik, daar zo. Zie je de streep lopen dat het een andere kleur heeft waar ik met mijn muis langs ga. Excuus mensen als het wat licht is in mijn webcam. Ik weet het. Het is een, ik ben ook helemaal wit gekleed. Nou ja, mijn broek niet. Maar dat komt omdat ik... omdat gewoon in mijn webcam is heel licht ingesteld. Dus dan weet je dat ook gelijk weer. Set biome jungle. En heeft hij 17.000 columns heeft hij aangepast. En dan de volgende keer bij een restart. Of bij als je zelf inlogt. Zal het wat donker zijn. Maar volgens mij doet hij dat automatisch af en toe. Ik heb het vorige keer heb ik het gezien dat hij automatisch het instelde. Ja, heel raar. Even kijken wat ik speed. 1. Ik plaats hier ook wel bomen. Dat vind ik wel mooi zo. Zo. Boompies. Ja, ik vind dat wel een leuk effect hebben, joh. Als je een paar van die bomen hier als achtergronddecor. Nou, dan ga ik als jullie hier buiten een beetje gaan rondpuzzelen. Ja, je kan op zich de pad, ben ik nog niet blij over. Ik ga de pad nog een klein beetje wijzigen. Nee. Jawel. Oh jee. Oh jee. Ah, ja, ook een beetje, ook een beetje. No worries, no worries. Maar ik vind dat we even iets groter mogen maken. Dat is... even kijken hoor, ik doe dit even vullen met gras. Zo. En dan doe ik hem even opnieuw die weg hier. Die gaat namelijk hier naartoe lopen. Dan kan je dat de andere kant ook gebruiken van de bos, zie je dat? Ik moet hem nog even netjes... gaan mooi maken. En dan... Oh, ja. Rick, ben je niet in me staan alsjeblieft? Ik heb je net ook ja, al gekikt ervoor. Ja, die staat ervoor. Ook al de hele tijd in me. Ik had net al gekikt ervoor, maar hij begreep het niet. Dus vandaar dat ik het nu even zeg. Maar liever niet... voor ons lopen als wij bouwen. Hier in Teamspeak? Ja, hoort het okay. Ook. Dan dacht ik zoiets van, hé, je hoort het toch, aap? Kijk hoor, nou, ik doe dit even vullen met 3.2, want het is namelijk potsol code. Zo. En dan moet ik even dat mooi maken. Oh, wat? Oh, wat? Ik lag een beetje of zo. Ik ook. Ik ook. Oh, en dat niets? Ja. Oké, doet hij het weer? Ja, volgens mij wel. Volgens mij wel. Nee, hij doet heel raar. Er zit ook iemand onder de grond. Oké. TPS is goed. Oké, nou dat kan gebeuren. Het is een server, hè. Kan alles gebeuren. Anders kunnen we weer even klagen bij Arno. Moet je ook af en toe doen, hè. Beetje klagen is nooit, kan nooit kwaad. Zo. Nou, dit pad even mooi maken zo. Dat loopt zo. En hier loopt het zo. En even kijken. Zo loopt hij goed. Ja, zo loopt hij wel netjes bijna. Volgens mij loopt hij zo goed hoor. Hier nog. Dit moet nog eventjes zo volgens mij. Of zo. Dit is een heel raar bochtje. Ik maak hem gewoon even mooier. Bochtje. Ja, zo loopt hij goed denk ik. Ik loop gelijk af en toe. Kijk hoor. Misschien leuk als we hier een scheidingsmuur neerzetten altijd. Een scheidingsmuurtje moeten we altijd hebben, hè?
zou even Jango even TP, want die zit ergens vast in, zie ik. Kijken of hij heeft een enorme lag. Even kijken wat hij doet. Wat doet hij? Wat gaat hij doen? Hij weet voor god die niet wat hij moet doen, jongen. Waar ben ik nou? Ja. Wauw, hij zegt wauw. Oh, je bent een beetje een bosje aan het maken, inderdaad. Ja, ja. Of wat hoger, hoor. Boom, hoor. Boomnieuw. Oké, dan ga ik even binnen afwerken. Zo. Ja, maar we hebben het lang niet gehad, zo'n lagstoot. Dus dat is wel weer uniek in een video. Oh, ja. positief, mensen. Positief blijven. Wauw. Kijk, hoor. Ik ga de binnenkant even afwerken nu. Dus die ga ik even gewoon random even wat bedenken wat ik zou kunnen doen hier binnenin. Random. Random. Oh. Zo. Hier ga je naar binnen, dus dan moeten we dit ook veranderen met potsel. Dus ik ga even, set 3.2. Zo, dan, als je dan binnenloopt, heb je toch nog een beetje dat gevoel van, ik ben nog in een, ben ik nou ergens binnenin of ben ik nou in een gewot? Gewot. Zou je me dat zo zeggen? Zet stone. Dan hebben we stone brick zit erbij. Dus voor mij zit er een 98.1 bij. Zo, ja. Wow, oh my god. Is er? Oh. Mijn Minecraft wil niet meer dat ik wil ga spelen of zo. Ja, dat ik heb enorme lag weer. Oh, raar. Oh jee. Dat heb ik ook tijdens survival. Ja, dat is een probleem inderdaad bij jou, Robby. Ik weet niet wat het precies is. Ik begrijp niet van. Nee, ik zag het net Kenzo. Ah, dat kan toch? Ja. Kijk hoor. Nou, dat is afgeschermd zo, daarachter. Dat is wel leuk, dat je hier achter de schermen zit. Maar hier gebeurt niks, dus hier kunnen we nog wat bomen plaatsen misschien. Dus ik ga het even gras maken. Ik pleur even een laagje gras op, zo. Gepas. Hup, 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 hup. En dan pak ik even mijn arrow tool dadelijk. En dan ga ik eens eventjes met arrow tool ga ik bomen plaatsen. Dus ik zeg, weet je, big tree uit mijn hoofd. En dan kan ik hier een paar van die misselijk makende boompjes plaatsen. Oh, ik sta zelfs nu in een boom. Wauw. Die had hier niet moeten komen, dus ik zeg verband de boom. Power of Christ expels you. Zo. Oh gosh. Oh. Oeps. Is lekker hoog, maakt niet uit. Kijk, ik kom er lekker de bovenuit. Maakt wel een beetje meer jungle, hè? Maar de bomen? Ook boven mijn mooie ingangetje. Dus dat gaat even mooi niet gebeuren, boompjes. Je mag niet mijn ingangetje verpesten. Zo. Zo is die leuk. Icook Baker zit er ook op te kijken. Robin met zijn cape. Robin heeft een cape, zie je dat? Draai eens om. Witte cape is het. Witte cape. Optifine. Ja. Witte Optifine cape heeft hij aan. Superheld is het eigenlijk. Supermannetje. Hè? Mhm. Ik plaats hier wat gras boven, dat je een beetje plafondetje bedekt met gras. Zo. Zo. Het ziet er wel leuk uit zo. Schattig. En hier binnen is het echt vrij donker. Dus ik ga even glowstone neerzetten. Een paar van die glowstone dingetjes. Dan weten we in ieder geval wel een beetje. Weten we in ieder geval dat we hier dingetjes kunnen bouwen nog. Het is echt een heel groot iets hier. Ik ga mijn speed ook even omhoog doen. 4. Zo. Hoppakee, nou nu zien we wat meer. Dat is mooi. Hier kan ik ook nog even wat licht doen. Zo.
Dat is mooi. Dan zien we een beetje de omgeving. Mooi. Er staan weer mensen heel gek te doen bij een glowstone. Maakt niet uit. Glowstone geeft zoveel licht dat ik gewoon ook helemaal opgefleurd ben. In deze aflevering. Mensen, dit was alweer de aflevering voor vandaag. Voor je de video, geef vooral een groen duimpje. En vergeet niet te abonneren, mocht je nog niet geabonneerd zijn. En dan zien we volgende keer terug bij een nieuwe aflevering van Disney Graf. En bedankt ook iedereen, alle VIP'jes hier zo. En doei doeg! Doei! Doei!